Welkom bij Ment Late Night. Als je plots in alle boekjes staat en je ziet je kop verschijnen in reclameblokken op televisie en mensen spreken je aan op straat, dan weet je dat er iets aan de hand is. Dan heb je wellicht een boek geschreven, zoals mijn gast van vanavond. Een boek dat een pijnlijke titel heeft, vind ik zelf, met gesloten vuisten. Zelfs als je het boek nog niet gelezen hebt, blijkt hieruit een soort machteloosheid, een ingehouden woede. Een woede die er nu misschien kan uitkomen. We kennen elkaar al jaren, maar dit is een andere man dan die ik dacht te kennen. En u ook waarschijnlijk, als hij niet die titel had gekozen. Met gesloten vuisten dan was het waarschijnlijk de terugkeer van Bambi geweest, want dat is jarenlang zijn bijnaam geweest. De Bambi van de VRT, Johan Laurent Alphons Verstreken. Johan, uh, Wel, welkom jurgen. in deze studio. Uh, die bijnaam Bambi, dat was iets wat vroeger altijd op jou gekleefd werd. Mm -hmm. Hoe kwam dat eigenlijk? Oh, ik denk dat het met mijn, mijn reële ogen te maken heeft. Ja. Uh, ja, de kastanjebruine ogen. En uh, ja, het was een beetje je handelskenmerk. Toen, toen ik omroeper was, zat je een beetje in een keuslijf. Ja. En men zag alleen dit stukje, maar je kon niet bewegen met handen en voeten. Dus daar werd op gefixeerd. Plus het brave imago van ik. Hè. Ook een beetje zoals ja. Bambi en, in de film. Uh, Humo is daarmee begonnen. Een journalist schreef ooit half. Hert jong, half mens jong. Ja, en dat heeft Bart Peters ook in het voorwoord, in je boek geschreven. Dat ja. doet hij normaal nooit, een, een voorwoord schrijven. Voor jou heeft hij dat wel gedaan, een uitzondering. Ja, ik was een, een klein beetje verrast. Uh, ik, Bart Peters stond bovenaan mijn lijstje. Hm. Ik dacht van het moet iemand zijn die het begin van mijn carrière heeft meegemaakt, uh, intens heeft mee samengewerkt. En ik heb uh, jaarlang met uh, Bart Peters de droomfabriek achter de schermen gemaakt, reportages gemaakt, opwarmingen met hem gedaan. Ja. En, daar is een goede band uh, gekneed op dat moment. Ook in mijn tv-debuut uh, uh, een aantal jaren daarvoor. Uh, Bingo was een, een popprogramma met videoclips. Mm -hmm. En daar zijn heel wat mensen uit die lichting gekomen. Ja. En elke beurt mocht er iemand met uh, Bart mee presenteren. Stijn Meurs is daaruit gekomen. Uh, uh, jean philippe de Tender, ja. die net manager is geworden, van één. Uh, Francesca ja. van Thielen en anderen. Ja heel lang geleden. Uh, nu even terug naar jouw boek. Jouw boek uh, trekt vooral de aandacht in de media. Um, wat ik heb opgemerkt is namelijk: je komt uit de kast en je schrijft over dat je bent aangerand geweest door een bekende Vlaamse zanger. Waardoor natuurlijk, als je het boek hebt gelezen, ik heb dat dan ook gedaan, het gaat een beetje voorbij aan wat er allemaal in staat. Uiteindelijk het, het zwaarste, het grootste gedeelte gaat over de vechtscheiding, over je jeugd, over alles wat je hebt meegemaakt met uh, met je moeder en je vader. Vind je dan niet spijtig dat nu net door media ...dat niet genoeg wordt toegelicht. Uh, ja. Had je dat ik verwacht? Ik heb zelf aan de andere kant gestaan, zelf ook artikels geschreven. Hmm. Dus ik weet wel wat ze er ongeveer gaan uitnemen. Uh, en ik dacht dat uh, het accent nog iets meer op het einde van het stuk uh, ging... ...ging... ging hela, ja? sorry. Uh, even laat en uh, lange dagen ja? achter de rug. Ik dacht dat het de nadruk op het ja, uit de kast komen zou liggen. Uh, maar uiteindelijk halen ze hier en daar een zinnetje eruit... En ik heb er lang over nagedacht, ook met de eindtracteur, met Carlos Alene, van ga ik dat zinnetje erin laten of niet. En toen kwamen we beide tot het besluit: mm -hmm. het moet erin. Want dan haal je een element eruit en dan gaan de mensen iets wat beter begrijpen hoe al dan niet complexie in elkaar zit als het op relaties aankomt. Ik blokkeerde ergens ja. als het over relaties ging. Uh, en dat is een onderdeeltje. Iemand die inderdaad mij even heeft misleid, uh, met een kluitje in een riet heeft gestuurd. Uh, nou, even kort zeggen, want daar, daar gaat het uiteindelijk over. Ja. Uh, de, de, de vraag die je stelt. Uh, het, uh, het was een zanger. Uh, uh, en nu ga, ja, ik spring een beetje van hak op de dak. Journalisten gaan nu ook op zoek van wie zou Tuurlijk, het zou kunnen het is, zijn. Het is ook logisch. Als je dat in zo'n boek schrijft, Johan, dan, en dan gaat er een schokgolf door Vlaanderen. En zegt iedereen, fijn, want je schrijft het heel gedetailleerd. Hè, 17, uh, aangeraakt ja. door een hele bekende Vlaamse zanger. Heel veel details. En dan heb je natuurlijk ook als lezer de vraag: wie was het dan? Er staat niet heel bekende zanger. Er staat een zanger. Maar een aantal journalisten maken dat ervan. En die gaan op zoektocht en die proberen een heksjacht te ontketenen. Zelfs op artiesten die er totaal niks mee te maken hebben. Dat vind ik heel pijnlijk. Maar zou je het dan niet liever niet vermeld hebben? Nee, omdat het verhaal anders niet compleet zou zijn geweest. En je gaat ook ik... niet vertellen wie het is? Nee, ik ga het absoluut niet vertellen. En de man in kwestie, ja, die zal ondertussen al de pers gelezen hebben. En ik wil gewoon even met mijn vinger in de lucht uh, gaan, of met mijn vuist, maar die handen moeten nu openkomen ja. in plaats van met gesloten vuisten. Uh, en zeggen van man, doe dit niet meer aan. En ook naar potentiële daders, mensen die dit zouden doen naar de toekomst toe. Van kinderen van minderjarigen blijf je af, terzij dat er dingen in wederzijd, met wederzijdse toestemming gebeuren. Hmm. Uh, maar ik wil gewoon even zeggen van doe dit niet meer. Als je zelf een drang hebt, of je bent een potentiële dader, uh, is het nu. Alcoholverslaving of pedofilie of wat dan ook. Uh, mensen, zoek hulp. Praat erover. Ga naar een therapeut en uh, probeer die dingen te vermijden. Maar dan heb je heel lang gewacht om die boodschap nu, nu naar voren te brengen. Voor hetzelfde geld kon die man jarenlang zijn zin doen. Mm -hmm. Want misschien is het niet bij één keer gebleven. En dan wacht je nog zo lang ik, om dit naar buiten te brengen. Ik dezelfde de persoon in kwestie dat met verschillende andere mensen heeft gedaan. Net zoals een van Geluwe of andere mensen in het. Uh, pre- en post-Dutroux-tijdperk. Uh -huh. uh, ik heb het tegen een paar mensen verteld, maar pas heel laat. En een aantal mensen zijn soms boos op mensen die het pas na twintig, dertig jaar vertellen. Ik las het ook over de, het neefje van... Uh -huh. Of ja, de neef, ondertussen volwassen iemand, uh, van uh, Monsigneur van Geluwe, als je nog monsigneur mag noemen. Uh, die man had ook een probleem. Misschien is die gast ook misbruikt geweest in zijn jonge jaren. Ik, ik weet het zelf niet. Uh, maar... Zelf als jongere zit je met een schuldgevoel. Mm -hmm. En dan denk je van, ik ben zelf meegegaan, ik had mijn, ja, met mijn vuist op zijn gezicht moeten slaan en zeggen, sorry, maar je bent bang, je, je zit vol angsten op dat moment. Ja. Je durft er niet met je familie over praten. Je zoekt ook geen, geen hulp. En dan zit je ergens geblokkeerd, gedurende verschillende jaren. Bij mij heeft dat drie, vier, vijf jaar ongeveer geduurd, van mijn zeventiende tot mijn tweeëntwintigste ongeveer, veronderstel ik. Uh, dat ik in de knoop lag met mezelf. Er werd niemand over gesproken, het verdrongen. En ik heb het pas acht jaar geleden voor de eerste keer tegen mijn ma verteld, nadat we weer al die dingen van andere mensen ja. lazen in de pers. En toen was ik ook wel even boos. Mensen snapten niet altijd, van, uh, waarom wachten ze zo lang? Bijvoorbeeld uh, over uh, de, de neef van, uh, van Geluwe, lazen we, ah, ze doen het voor het geld. Ze willen van de rechtbank heel veel geld. Nee, je bent pas na tien, twintig, dertig jaar Voel je de kracht of ben je sterk genoeg om te zeggen van ik kan het vertellen, ik kan het van, van mijn schouder werpen en ik kan erover praten zoals in mijn geval nu. Ja. Het heeft ook dertig jaar geduurd. Hoop je nu dat andere slachtoffers van die zanger, um, dat die dan door dit te horen, door dit te lezen, door dit te zien, dat die dan ook naar buiten komen? Want zo is het wel gebeurd natuurlijk in pedofilie mm -hmm. met de kerk. Eén iemand zegt van oké okay, ik ben hier de klokkenluider en de rest volgt. Hoop je nu dat er nog mensen naar buiten komen? De mensen moeten dat voor zichzelf uitmaken. Uh, ermee naar de rechtbank stappen heeft geen zin. Uh, nog eens de wonden openmaken, uh, mm -hmm. nog eens de ellende ondergaan, uren ermee bezig zijn, Slaaploos nachten. Uh, ik heb het wel verteld om te zeggen van mensen, ja, ik heb het net verteld, hè, doe dit niet meer. Uh, maar ik, in een periode van die troe, en daarna heb ik ook gedacht van ik ga het aangeven. Maar toen dacht je van het heeft niet meteen zin. En ik weet ook wel wat meer ondertussen over de persoon, over wie het gaat. Uh, ik wil zijn gezin dat ook niet aandoen. En ik veronderstel wel dat zijn vrouw het weet. Uh, maar ik wil die kinderen ook niet mee in dat verhaal sleuren. Uh, dus eigenlijk. Kijk, ik heb vernomen dat de man in kwestie zijn leven heeft gebeterd. En de man, ja, ik, heeft... zou, ik, zou, ik zou er meer over willen vertellen. Maar als ik nu iets meer ga vertellen, dan gaan de mensen misschien kunnen denken, oh, het is die niet, of die wel. Dus ja, ik... Ja, ik denk dat op de redacties worden nu streepjes gezet, ook ja, oude, oude, oude verhalen. Bijvoorbeeld ja. bij de VRT, die komen ook naar boven van een aantal namen met een aantal zangers die ik heb horen passeren. Ik ga dat niet doen, want dat is een vogelpik natuurlijk. Um, maar zou die, heeft, die, heeft die man, die zanger, zich ooit verontschuldigd? Of, of... Nee, nooit. En zou je dat willen? Uh, het hoeft voor mijn part niet. Uh, volledig afgesloten hoofdstuk. Ik zie, ja, wat mij betreft wel. Mm -hmm. Ik heb het eruit kunnen gooien, ik heb het gezegd. Uh, juist op het moment dat je je seksuele identiteit moet ontdekken, juist op dat moment maakt hij misbruik van, ja, van de situatie ja. die zich voordoet. Ja, in het boek staat ook waarom. Dus uh, hij, hij nodigde mij uit voor een screentest en ik kon de hoofdrol spelen in een, in een film. En de hoofdproducer uit het buitenland zou langskomen, maar was allemaal natuurlijk een leugen. En dergelijke leugens werden ook gebruikt door andere mensen en mensen met pedofiele neigingen. Ja. Uh, vandaag zat er een artikel in Humo en Sander van den Broek, die heeft mij daarmee geconfronteerd, nog met een andere naam, een regisseur, een, een ook, ja. jeugdauteur, die wel in de gevangenis heeft, heeft gezeten en die uh -huh. heeft daar brieven naartoe gestuurd. En die man lokte op identiek dezelfde manier mensen, ja. uh, minderjarigen. En daar, daar wil je eigenlijk natuurlijk ook mensen mee waarschuwen van, kijk, let toch een klein beetje op als er ja. zo'n situatie gebeurt. Ik was vrij naïef op dat moment. Oké, okay. maar uh, er staat nog veel meer in dat boek, daar komen we zo dadelijk op terug na de break. Welkom terug bij Ment Late Night met Johan Verstreken. Zijn vuisten komen klein beetje open aan het einde van dit programma, zullen ze helemaal open zijn. Um, maar benieuwd hoe je um, terugkijkt op je verleden. Ik heb hier een heel mooie foto van jou teruggevonden. Oei. Um. <lacht> <lacht> walgelijke, Wal walgelijke mode. Weet je, weet, hoe oud was je toen? Ik denk dat ik daar 25 was. Omroeper. Mm -hmm. uh, ah nee, het zal iets, ietsje later geweest zijn. Ik kan het zien Het is een ander logo, logo ja. ja. Uh, daar was ik wellicht 27, denk ik. Ja. Uh, want in het begin werd het logo geprojecteerd met lichten. En hier was het al ietsje meer ja, digitaal. Ja. Laten we eens teruggaan naar het begin van de VRT, de BRT en de BRT. Was dat toen? Hoe is het voor jou begonnen daar? Uh, ik was 14 toen ik de eerste screentest deed. Uh -huh. En dat was met een zelfgeschreven toneelstukje, een uh, kinderprogramma. En dan daar later. Uh, heb ik wat sollicitatiebrieven gestuurd naar verschillende mensen. In het begin naar de radio, naar Martijn de Jonge, Rob Brums, mm -hmm. uh, Jos Gijzen, uh, degene die toen een beetje populair waren op Radio 2. Uh, er was nog geen Donna of andere uh, commerciële zenders. Die waren er nog niet. En mijn eerste echte screen test was... Ja, ik heb er een drietal gedaan, mislukt. En dan de derde... Ah nee, ervoor nog Bingo. Uh, bingo nog gedaan, was, ja. was een schot in de roos. Uh, met Bart Peters en Bea van der Maat, videoclips aankondigden, ja. waar de grote der aarde langs kwamen. Echte artiesten in levende lijven, zoals zelfs een Tina ja. Turner, uh, kwam, kwam daar langs. En dan daarna dus uh, omroepen. Omroepen, hè. Omroepen, wat voor beroep is dat nu eigenlijk? Sommige mensen, is dat nu eigenlijk een beroep, een omroeper? Dus... Nu zijn ze allemaal aan het verdwijnen, de omroepsters ook. Dat verdwijnt van het televisie. Ik was de laatste mannelijke omroeper. Ja. Wat, wat, wat voor beroep is dat? Hoe kan je dat omschrijven? Ja, gezellig in de huiskamer overkomen ja. bij de mensen... Uh, je bent één van hen. Mm -hmm. Alsof je in de huiskamer zit en een beetje praten over tv-programma. Ja. Maar vroeger had het nog een andere opdracht. Vandaag is alles digitaal. Met één druk op de knop kan het tv-programma meteen starten. In der tijd, wij moesten een beetje regie doen ook. Uh, ook de dag ervoor alle programma's bekijken. Samen met uh, de eindredacteur of regisseur bepalen van... Nu moet je een minuut en twintig seconden praten. Mm -hmm. Of 28 seconden. Die teksten moesten getimed worden. Zonder autocue. Dan kwam er nog een band tien, negen, acht. En werd er dus zo afgeteld. En dan op die klok moesten we meteen... Uh, plus, er, de band kon ook springen. Een lange film bijvoorbeeld, dat gebeurt wel regelmatig. Dus u was echt he effectief heel de tijd aanwezig dan uiteindelijk maar, op televisie, ja. was een kort stukje van We waren een non-stop van tien uur s ochtends uh, tot uh. één, twee uur s'nachts. Uh. Terug naar je boek. Het boek begint met een paar vragen die Bart Peters zich ook stelde en ik vat ze samen. Van waar komt die bevlogenheid van Johan Verstreken? Je bent een bevlogen persoon. Ik, ik ben enthousiast. Uh, ik ben uh, gepassioneerd met mijn werk en mijn job bezig in alles wat ik doe. En ik was gelukkig de dag dat ik een contract kreeg bij de VRT, mm -hmm. je, je jeugddromen gaan in uh, vervulling. Ik heb me nooit afgevraagd van wat verdien ik of uh, hoeveel uren moet ik kloppen als mm -hmm. je maar graag doet. En die bevlogenheid, ja. Gewoon van de dingen die je in je jeugdjaar hebt meegemaakt en niet willen worden zoals mijn vader was, alcoholverslaafd, agressief. Ja, want ik, ik wil net zeggen, je bent, ook, je bent niet cynisch. Of verberg je mm -hmm. het cynisme? Of nee. Je bent niet sarcastisch. Nee, je, je hebt uh, want... Ook, je, ik heb ook gelezen, je hebt, je hebt geen rancune. Nee. Met verbitterdheid of gefrustreerdheid kom je nergens in het leven. Toen ik in de politiek stapte, uh, zei ik ook van... Ik ga dit niet doen tot aan mijn pensioen, want ik zie veel te veel, veel, te veel mensen... Die beroepspolitici zijn uh -huh. en die verwitterd geraken nee, en gefrustreerd. En dat is niet oké. Okay. Uh, doe dingen die je graag doet in je leven. Oké, okay, maar dan ho hoe kan dat? Uiteindelijk, als ik, als ik uh, in je verleden graaf in het boek, als ik zie je vader was een, een dronklap, uh, uh, je broer is op jonge leeftijd uh -huh. uh, gestorven, um, je moeder uh, komt niet rond, uh, continu het manipuleert, laten we zeggen van ja, dat is eigenlijk sorry voor mijn woorden een klootzak van een vader die je dan hebt. Mm -hmm. En toch ben jij het tegenovergestelde en zeg je sans kun oké, okay, ik heb dit meegemaakt, maar ik sta heel positief in het leven. Leg dat eens even uit. In feite zou dit voer kunnen zijn voor een therapeut of ja, een psycholoog voor een ander, of een ander programma. Een maar, maar uiteindelijk maar ik heb dat nooit bestudeerd. Uh, af en toe hoor ik wel eens dingen. Ik heb heel veel goede gesprekken gehad met een aantal uh, uh, vriendinnen, met, met een paar, paar, paar mannen ook, die zeiden van, het is wellicht zus of zo, of daar ligt wellicht de oorzaak uh, of de reden. Mm -hmm. Ik heb nooit, door het maken van een boek, heb ik wel wat dieper in mijn ziel gekeken en proberen terug te blikken. Uh, met heel veel emoties ook, want vroeger was ik, was ik totaal niet emotioneel. Ik verdrong al, al mijn emoties. Uh, waarom? Ja. Was het een, een soort verdringing? Door te zeggen van, kijk, ik, ik probeer wel. mij bo boven die problemen te zetten? Well, well, wellicht wel. Ik, uh, ik heb van jongs af aan ingeprint uh, van, ik wil echt niet worden als mijn vader. Ik wil anders zijn. Ik wil uh, geen man worden van twaalf stielen en dertien mm -hmm. ongelukken. Ik wil iets bereiken. Ik wil geleidelijk aan, op een eerlijke manier, zonder overlijken te gaan, de treden in die ladder omhoog klimmen, of ook de treden in het leven in de maatschappij. Dat heb je dan gedaan. Af en toe uh, dook je vader dan op, in het publiek mm -hmm. zelfs. Uh, dan omschrijf je ook uh, op het ogenblik dat hij stierf, in 2000, bij de verkiezingen. Mm -hmm. Was je dan blij, opgelucht, van vader, die figuur is weg? Als ik me niet vergis, staat er ook een, een stukje in dat, dat er een last viel van, van jouw mm -hmm. moeder, haar schouders. Eigenlijk komt het er een beetje op neer van, ja, we zijn blij dat hem dood is, hè. Onrechtstreeks wel. Dat is iets wat je niemand natuurlijk toewenst. Mocht hij nu nog leven, denk ik dat ik veel meer in staat zou zijn om eens een gesprek met hem te hebben. Van, wat is de oorzaak? Om ook te weten van wat er is in jouw jeugdjaar gebeurd mm -hmm. is. Zijn, uh, zijn vader was al overleden. Met zijn stiefpa had hij, maar verluidt, geen goede band. Dus Mijn beide grootouders heb ik, of groot, ja, grootvaders, heb ik nooit gekend. Grootmoeders wel. Uh, daar is wellicht in zijn jeugdjaar ook iets gebeurd. Ik denk dat de Wereldoorlog. Er voor een stuk ook tussen zat. Vind je dat een gemiste kans? Dat je nu van, zegt van. Het, le het leven is zoals het is. Uh, gemiste kans? Nee, voor mij persoonlijk niet. Ik heb niet het gevoel dat ik iets heb gemist. Ja, ik heb misschien wel een warm gezin gemist. Maar gelukkig, op, in mijn jeugdjaren had ik ja, in het begin zo even de ouders gaan uit elkaar. En toen nog vragen aan moeten. Van alleen, waarom blijft papa niet bij ons? Waar, waarom moeten jullie uit elkaar gaan? Ik was de enige van de klas op dat, op dat moment. Op dat moment deed dat wel pijn. Maar snel zet je erover en zie je. Hoe je vader in elkaar zit, en dan denk je van, oké, okay, het is het beste dat ze uit elkaar gaan. Ja. En een goede opvoeding van mijn moeder gekregen. Ja, maar dat had fout kunnen lopen natuurlijk. Als ik, uh, als ik lees uh, wat je hebt meegemaakt als kind, uh, waarbij je naar je vader moest. En dan uiteindelijk de passage van de hoerenkoten, mm -hmm. Of dat, dat je moest toekijken uh, dat hij seks had met, een, met, met andere vrouwen. Hoe ga je daar als kind mee? Hoe oud was je toen? Ik denk, uh, hoerenkot, de eerste keer denk ik dat ik acht of negen jaar was uh, toen hij mij meenam. En In het begin dacht ik nog van, het is een café met een jukebox. Ja. Ik kon er geld in steken, luisteren naar de artiesten van dat moment. Uh, en dat vond ik leuk. En dan ja, even aan de zit, dan begint hij begin te tongzonnen mm -hmm. met, met een dame ja, die goed gedecolteerd was. Maar de eerste maal nog niet helemaal doorhebben. Dan gebeurt het een tweede keer, ja. dan vertel ik dat je ma. Dan neemt ze me even mee, Toon, even, waar was het? Ja, met mijn ma even, ja, daar. Wijk Hazegras, Oostende. Uh, ja, dan mijn ma in alle staten. Uh, ja, ...neemt ze mee naar de politie. Politie, ja, van... Ja, mevrouw, wij kunnen daar niks aan doen. Hm. Uh, hij doet op zich niks strafbaar, uh, jouw ex-echtgenoot. Maar, maar was het dan voor jou nog je vader... ...of was het een figuur die je even moest bezighouden? Wel, ik heb verschillende keren gezegd tegen moeder... ...ik wil niet meer mee. Ik heb een paar leuke dingen meegemaakt. Hij heeft me dus meegenomen naar de kermis. Een keer uh, gaan golfen, zo'n mi minigolf. Maar, maar, maar voor de rest ja, was het niet leuk... Uh, wellicht was hij de avond ervoor uit geweest of was hij stomdronken mm -hmm. en dat was het van zaterdag naar middag hij kwam me halen, meestal rond een uur of twee moesten wij tussen vijf en zeven uur s'avonds terug afleveren bij moeder maar heel vaak was het later uh, ja. of hij zat op café en voerde mij dronken terug naar huis bang in de wagen dat hij niet in de gracht zou rijden uh, nu kan ik daar heel makkelijk over praten maar ik heb daar jaren opgekropt nooit over gesproken met niemand mm -hmm. zelfs mijn beste vrienden uh, wist van dan, dat zat ook van. in mijn inleiding. Ik ken jou ja? ook al jaren, al van, van bij de BRTN. Ooit een formule ontwikkeld, verstrepen en verstreken. Weet Just, je nog ja. wel? Een jaren geleden. Um, en dat stuk, ik heb je leren kennen door het boek. Mm -hmm. Want er, een stuk van Johan kenden we niet. Vlaanderen ook niet. Dat is een beetje hetzelfde op de persconferentie. Sabine Vos en Rani de Koning deden de presentatie. Alla, ze elkens fragment uit het boek. En Rani begon heel mooi. Ik stond achteraan in de zaal, kreeg een klop in mijn keel. Rani begint van: Mensen, Johan vroeg aan mij: van, uh, Kom je langs? Ja, kom naar de persconferentie. Een week later stuur ik een sms naar Rani. Zei ze, uh, vroeg ik van: Wil je een kort stukje presentatie doen? Mm -hmm. Kort en krachtig, het zal een half uurtje duren. Tuurlijk, geen enkel probleem. En pas drie weken later stuurt ze mij een sms: Johan, we zullen, we zullen er zeker zijn. Ja. Maar waar gaat het boek in feite over? Mm -hmm. Over de showbusiness met anekdotes over Spice Girls ja. en Robbie Williams en Willy Sommers en, en, en anderen. Uh, ja, dat komt er ook even aan bod. Maar het gaat vooral over de vechtscheiding van mijn ouders en dingen die de mensen niet weten ja. van mij, om mensen ook te kunnen helpen die dit stukjes zullen herkennen. En het werd even stil. Uh, en dan heb ik haar even opgebeld en gezegd van... Uh, ja, ik stuur de proefdruk. Die zal er volgende week zijn. Ja, en toen zei ze van... Ja, we hebben jaren bureau gedeeld, samen omgeroepen, mm -hmm. samen op vakantie gegaan. Uh, Creta, Tenerife, uh, reportages gedraaid voor de, voor de Droomfabriek. Samen, dat klikt ongelooflijk goed... En zegt ze van, ja, we hebben je pas goed leren kennen door het boek te ja. lezen. En dan is ze van, we vragen altijd aan de mensen van, hé, hey, hallo, hoe gaat het met je? Hoe ja. is het in het West-Vlaams? Dan zeggen we, zeg ik altijd dan hé, hey, goed, en met jou? Goeiedag, geniet van het zonnetje. Ja. Maar dieper gaan we nooit. Klopt. Hoe goed ken je iemand? Ik denk dat iedereen wel ergens een verborgen verdriet heeft, of iets voor zichzelf ja. houdt. Dat is iedereen zijn goed recht. Ja. Maar soms kan je wat dieper gaan, zoals in deze late night show. Inderdaad. Uh, we komen zo dadelijk terug met veel meer. Welkom terug bij Ment Late Night. Je kan ons volgen op de sociale media, Facebook, Instagram en Twitter. Daar kondigen we ook de gasten aan en kan je ook wat debatteren of discussiëren. Je kan ook alle afleveringen herbekijken op www.mentlatenight.tv. In de studio, Johan Verstreken nog steeds over zijn boek met gesloten vuisten. Diepgang, uh, dat vind je in het boek. Johan en de politiek. Dat is toch ook een luikje wat ik even wil aanraken. Uh, je Koos voor de lokale politiek in Oostende en dan nadien voor het Vlaams parlement. Um, en ik had ik, nooit gedacht dat ik aan politiek ja, ging ik, doen. Ik, ik, ik ging die vraag nu net stellen. Waarom, ik mag die vraag stellen. Waarom doet iemand dat? Hoe krijg je het in je zotte kop uh, uh, op dat ogenblik als je zo populair bent en bezig bent met heel veel media ook nog, om te zeggen, ik stap in de politiek. Leg dat eens uit. De jaren daarvoor hadden bijna alle politieke partijen de vraag aan mij gesteld. Bertansjo heeft mij nog opgebeld, Johan. Uh, een aantal mensen suggereren dat jij mm -hmm. ideaal zou zijn voor de commissie Mediacultuur. Uh, wil je al dan niet aan de nationale verkiezingen deelnemen? En toen zei je automatisch erbij van, ik, ik moet die vraag stellen, ze hebben dat gevraagd aan mij. Maar om je tegen jezelf te beschermen, zou ik het in feite afraden. Ja. Toen was mijn antwoord meteen van, nee, ik doe niet aan politiek, ik zal het ook nooit van mijn leven doen. Maar je doen. hebt het wel gedaan. En je bent nog altijd actief trouwens. Ja, ik, ik zit nog altijd in het Vlaams parlement inderdaad. Ik ben uh, gestopt in Oostende als uh, gemeenteraadslid. Mm -hmm. Met de burgemeesterwissel die er is geweest en andere zaken. Dacht ik van uh, niet meer cumuleren en je toespitsen op één ding. Het boek kwam er ook aan. Mm -hmm. Dacht ik van even een klein beetje meer ademruimte voor jezelf. Want in de politiek word je geleefd. Maar nogmaals, ik doe het graag. Uh, ben er gepassioneerd mee bezig. Maar de politieke wereld is hard. Net zoals de mediawereld hard is. Ja. En had men mij bij de VRT niet op een zijspoor gezet... ...dan zat ik vandaag de dag wellicht niet in de politiek. Uh, maar vind je je gading in de politiek dan? Ik doe het graag en men heeft mij altijd de gegeven. Ondanks dat ik in mijn geval bij CD&V zit, dacht men... Want ...wat doet hij daarbij? Toen ik schepen werd in Oostende, kwam Jos Gijzels van Groen... ...en die zei van, hey, jij voert ons beleidsplan uit. Mm -hmm. Ik ben bezig met migranten, uh, met cultuurparticipatie... Uh, ...cultuur voor kansarmen... Uh, en dat waren allemaal dingen die ik gewoon deed omwille van ja, dingen die ik zelf in mijn jeugdjaar heb meegemaakt. Dat ik dacht van die en die, die doelgroepen, die moeten een treden hoger in de maatschappij geraken. Maar ik was ook een kleine zelfstandige geweest. Ik deed zowel dingen voor de linkse groepering als voor de mensen die iets wat meer rechts denken. Mm -hmm. Toen, dat vond ze een rare combinatie: zei van ja, je bent echt wel goed bezig als schepen. En dan kwam de vraag ook van uh, ja, je bent geknipt om nationaal uh, ja. die steentje bij te dragen. Ja. Wat zijn jouw absolute politieke dada's? Je zegt van... Misschien om even terug te keren. Mijn beste vrienden die zeiden van... Uh, jij gaat nooit aan politiek doen. En 1 april 2000 stond er in de pers dat, je van, daar... dat ik er ging aan beginnen. Ja. En mijn allerbeste vrienden belden mij op van... Hey, ze hebben een goede aprilgrap gevonden dit jaar. Dat was echt. Ja, <laughs> dat je aan politiek gaat doen. Ja, maar het is waar. Toen zeiden ze nog tegen mij van... Ja, mij heb je niet liggen. Ja. Ik, heb, ik, ja. heb de ik, ik heb de vraag hier ook aan Margriet Hermans gesteld. Die uit de politiek is gestapt. En Ik heb haar gevraagd van als je uh, moest kiezen... Mm -hmm. Uh, Zwart-wit, uh, showbiz of politiek. En Margriet is eruit gestapt. Zij koos om terug te gaan. Zij zegt van: Ik zou het eigenlijk niet kunnen laten, ik zou terug willen gaan. Als jij nu de keuze krijgt, full media of in de politiek blijven, wat zou je dan kiezen? Dan zou ik liever een combinatie van de twee doen. Ja, nee, nee, het maar niet, ik nee, weet nee. dat het niet kan <laughs> als politicus, als je actief bent nationaal, om dan media of andere dingen te doen. Het enige wat ik nog mis, is het creatieve. Mm -hmm. En ik denk. Hoop volgend jaar een combinatie van die twee te kunnen doen. Ja. Uh, want ik denk eraan om over het boek een, uh, ja, een theatermonoloog te maken. Ik heb trouwens de helft er al van geschreven. En dan heb ik weer het creatieve. Het gaat zo tergend traag in de politiek en dat stoort mij eraan. En soms zit je er een beetje voor spek aan bonen bij. Als je geen minister kan zijn, ja, dan kan je ze controleren. Maar heb je dan het gevoel dat je iets hebt gerealiseerd in ja, die absoluut. politieke wereld? Absoluut, maar het gaat wel heel traag. Uh, zeker in Oostenrijk bijvoorbeeld, als schepen. Da daar sta je dichter bij de mensen. Mm -hmm. En dan kan je effectief dingen doen voor Jan met de pet. Uh, cultuur, ik heb daarnet de cultuurparticipatie gezegd. Uh, een aantal collega's die zeiden van, we hebben geen cultuurcentrum nodig. Wel, ik heb die op andere gedachten kunnen brengen. Uiteindelijk hebben we een fantastisch cultuurcentrum. Uh, we hebben fantastische mm -hmm. activiteiten zoals Theater aan de Zee uh, en tientallen andere uh, projecten. Dus we hebben echt wel dingen kunnen veranderen. Uh, en op nationaal vlak, ja, als je zou moeten zeggen van, wat zijn nu jouw datas of dingen die je hebt gedaan? Dan gaat het eerder, in, wat mij betreft, uh, uh, ik had het net over cultuurparticipatie, maar ook toeristische participatie. Mensen die het financieel niet breed hebben, rap op stap. Uh, mensen uh, dat die ook op vakantie kunnen gaan. Hun, ja. hun zorgen even vergeten. Uh, rond toerisme dan. Ja, in de media kwam er aan bod van... Ja, hij is de toerist van het Vlaams parlement. Ja. Hé, hey, hallo. Toerisme betekent wel lokale economie. Inkoming, toerisme voor de horecasector. Uh, heel belangrijk. Uh, maar alles wat met de wereldoorlog 1 te maken heeft. Uh, ongeveer twaalf jaar geleden ja. heb ik het... Uh, decreet gemaakt en uh, al de activiteiten die nu gebeuren in het kader van Wereldoorlog 1, ik lig daar al aan de basis van. Ja. Ik kan niet zeggen dat de ander met pluimen gaat lopen. Uh, ik ben geen schrijver of geen, taf geen tafelspringer. Als die dingen maar gerealiseerd worden. Ja. Ik heb de pen vastgehouden de, van, van het uh, regeerakkoord wat nu op tafel ligt voor, voor media en, en cultuur. Ik heb hier nog iets. Wat, wat is Stop Hero Chirac? Ja. dat? De eerste keer dat ik een klein beetje rebels was, dat was nog in mijn tv-periode, was onderstreeks ook een beetje politiek. Uh, ik was woest op Chirac uh, op het moment dat hij zei van: Ik wil uh, ja, meespreken ja. met de grote der aarde. En we gaan kernproeven doen. Die zijn ongevaarlijk. We doen dat in de Stille Zuidzee. Uh, en toen to was ik echt wel woest. Kom aan, waarom moet je dat gaan doen? Terwijl al die kernproeven die hij deed, kon je ook simuleren. In, ja, in, 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 in. Dan, dan ben je dus ik, in, echt wel kwaad geworden. Dan, dan was de brave ik, echt Johan, boos. die altijd een uh, beetje de vriend ja. is van iedereen. Met boos. de gesloten vuisten. En dan, dan, dan ben, je ben, je ben kwaad. ik naar. Uh, ja, een aantal journalisten gestapt. Uh, en heb ik een aantal collega's aangesproken. Kom, laten we samen een actie ondernemen. Met Greenpeace mm -hmm. uh, een actie ondernomen. Uh, foto gedrukt met kale hoofden. Eh. Uh, en stop Hero Chirac, t-shirts gedrukt. En het heeft ook wel geholpen, de man in kwestie. Uh, want die zei dat is ongevaarlijk. Maar toen, toen mijn reactie was van, waarom doe je dat niet uh, in de Middellandse Zee voor de kust van Nice of Kan als het ongevaarlijk dus is? Dus er zit toch altijd een klein beetje rebel in Johan Versteken. Maar het kwam er niet uit. Uh, uh, het kwam er soms wel uit. Maar niet altijd. Uh, ik ben behoorlijk braaf. Ik vind niet dat je... Goh, je moet niet no onnodig mensen kwetsen. Maar als de druppel overloopt, dan mm -hmm. moeten ze oppassen. Uh, dan kan ik behoorlijk ja. boos worden. Slechts een aantal mensen hebben mij ooit zeer boos zien. Dan kan ik sterk verbaal uit uh, de hoek komen. Okay. Maar ik kan niet tegen onrecht. Okay. Dan gaan als, ze, we... als ze in mijn gezicht slaan, geen probleem. Maar als ze in het gezicht van iemand anders slaan, mm -hmm. dan ga ik er tegenin. Okay. Uh, net voor de break nog, grappig. Uh, vertel meteen of het waar is of niet. Ik heb gelezen, er is jou ooit gevraagd om voor de Afghanen te gaan spioneren. Uh, voordat ik aan tv deed, uh, de eerste Echt? politieke vluchtelingen die in het land waren, waren mensen uit Iran. Uh, de periode van de Ayatollah Khomeini. Pakistanen, uh, Pakistan ja. Pakistanen en Afghanen. En uh, ik gaf Nederlandse les aan die mensen in het vakantiedorp Echt? waar ik toen werkte, mm -hmm. Zon en Zee. Nu komen ze ook naar legerka legerkazernes en zo. En wij mo mochten die opvangen tijdens de winterperiode. Deden we uitstapjes. Ja, in feite uh, afval al letteren, een beetje ja, uh, integratieprogramma's. Ja. Uh, en hebben ze echt gevraagd om, om te gaan spioneren? Uh, dat klinkt wel zo. Drie verschillende mannen Toch hebben wel, mij ja. apart gevraagd van, jij bent de ideale spion. Ja. Uh, heel vriendelijk, heel beleefd. Uh, maar we zouden het fantastisch vinden mocht je mee met ons tegen de Russen. Maar dat zag je niet zitten. Uh, dank u wel. <laughs> <laughs> Oké, okay, we komen zo dadelijk terug na het break met relaties en liefde. Welkom terug bij Ment Late Night met Johan Verstreken. Oké, okay, het onderwerp waar we niet rond kunnen is natuurlijk ook homoseksualiteit. Jij wist niet dat je homo was of bent. Uh, zelfs een gesprek met, uh, ik heb die hier even opgezocht, Jode Porter, die daar recht vooruit komt, laat je niet twee keer nadenken. Nu in dat milieu, Johan, Luc Appermont, Paul Codde, Jode Porter enzovoort, mm -hmm. en jij had niets door dat het in dat milieu meestal zo wel is. Geef toe, ook, ook die uitleg zou ik willen horen, waarom nu pas, waarom duurt het zo lang? Ik heb ook het gesprek gehad met uh, Davy Brocatos, die hetzelfde mm -hmm. verhaal heeft gedaan op latere leeftijd. Had je dat dan niet door? Hoe, hoe moet ik mij dat dan voorstellen in al die jaren daarvoor? Relatie, seksualiteit, alles wat erbij hoort. Zoals je in het boek kan lezen, ja, ik ben ik uh, behoorlijk open geweest. Uh, en heb me behoorlijk ook kwetsbaar opgesteld in het boek. Uh, door... Maar jij gaat er ook, ook dankbaar, mm -hmm. ben je dankbaar daarvoor? Op een vrij respectvolle manier stel je de vragen ook. Voor hetzelfde geld zijn er journalisten die de grond inboren en er belachelijk over doen. Uh, is, en... dat, is dat gebeurd de afgelopen week? Uh, ja, ja. Uh, maar uh, zonder dat ze mij hebben geïnterviewd op M&M, uh, op Q-Music. Uh, ik heb het nog niet herbeluisterd, maar een mm -hmm. aantal mensen hebben mij wel verteld wat ze hebben gedaan. En daar kwetsen ze mij persoonlijk niet mee. Als bekende Vlaming mm. kan je tegen duw, maar de mensen die mij dierbaar zijn, kwetsen ze er wel mee. Mm -hmm. En mensen die ook met zichzelf worstelen, ook die mensen kwetsen ze daarmee. Dus je moet daar op een uh, voorzichtige manier uh, mee omspringen, uh, vind ik zelf. Humor is... Uh, de fijne humor is belangrijk, maar kwetsende humor, dat is het goedkoopst okay. goedkoopste wat maar, er is. Maar, maar, ja. terug, terug naar de essentie. We proberen een aantal zaken te begrijpen. Dus, werd jij ooit verliefd in het verleden? Tuurlijk. En vlinders in de buik en een... In mijn tiende periode ook een beetje kalverliefde voor een meisje die je dan ziet, die op de parochie woonde. Dus die gevoelens had je dan toch ook? Die gevoelens waren er, maar die gevoelens waren telkens van korte duur. Misschien drie maanden, zes maanden, niet langer dan dat. Dat lijkt op normaal gedrag natuurlijk bij jongeren. En dan was er nog niet echt gemengd onderwijs, de meisjesschool. Dus een volksdansje, ik weet nog niet, door de praterhuis, schoolbal, die daar met zijn discobar kwam. Uh, wat dansen en toch iets voelen van oeps oké okay, uh, uh, leuk en vlinders voelen voor dat meisje hand in hand naar school gaan als er klasgenoten mij zeggen rap dat handje terug los dus die gevoelens waren er wel en dan iets wat later in mijn twintiger jaren ja, twee relaties van een bepaalde duur gehad uh, maar als we telkens de, als zij een stapje verder wilden gaan ik blokkeerde. Je, maar ik snap okay, niet waarom. Ik zal, ik zal de vraag even op de man af stellen. Had je dan seksuele relaties of blokkeerde je vlak voordat dat gebeurde? Ik blokkeerde net voordat dat gebeurde. Dus het strelen, ja? Ja? Okay. het zoenen, uh, dat was geen probleem. Ja. Moet ik dan begrijpen dat je maagd bent gebleven tot je 45ste, zes jaar geleden? In de huidige wereld is dat moeilijk te vatten. Daarom stel hmm. ik die vraag. Wel, uh, in het interview wat ik een paar dagen geleden had. Met de journalist, die dan zei van, ik ga eens contact opnemen met een seksuoloog en daar eens wat vragen over stellen. Uh, ik heb ongeveer vernomen, ik heb het artikel nog niet gelezen, hm. maar wat erin stond, bleek dat ik geen uitzonderlijk geval was. En dat, dat heb ik niet gezegd. Nee, ik maar, maar, maar dat er vraag. Dus Duizenden gewoon... andere mensen zijn ook in mijn situatie. Ja. En die zeggen van, we zijn blij, want wat jij zegt, is nog een beetje een taboe in Vlaanderen. Hm. En over die materie, over die dingen, ja. werd nog nooit gesproken, maar je kan perfect gelukkig zijn zonder dit of zonder dat. Dat mensen daar ja, geen behoefte hebben aan. Maar uh, dus dan, de, de, laten we zeggen, de eerste seksuele relatie, de ontdekking was dan uh, met een man. Was inderdaad met, met een man. En ja, inderdaad, 40 plus, hè, uh, vrij laat. Mm -hmm. uh, en dan plossing van, wauw, uh, help. Uh, en, en daarvoor, ik heb één keer getwijfeld van, tjijn, val ik nu op mannen of niet? Dus je was, echt, je was echt niet zeker van, van, nee. van in welke richting het. Nee, ging? In mijn tv-periode, ik, ik weet nog regelmatig uh, van Gent uh, richting Brussel. Soms een Scar poolen met Joe De Poorter. Toen zei ik tegen je ook zeg: uh, Wacht maar de dag. Dat je... We waren een, een mm -hmm. opleiding bezig. Ik zeg van, uh, of zij uh, ik kreeg heel veel brieven van meisjes, fanmail. Uh, en toen zei hij van ja, maar ik hoop, want ik had wel wat ervaring met radio, twee, tientallen brieven per week en postkaarten ja. En die zei van Ja, maar ik hoop dat er ook brieven van jongens is en hopelijk van mooie jongens. En keek zo naar hem. Waarop je zei van ja, ik val op jongens. Ah, oké, okay. voor mij geen probleem. Want ik had zeer veel, uh, heel veel hetero-vrienden, maar ook ken ik verschillende ja. uh, hollyby-koppels uh, en, en, en vrienden en vriendinnen. Dus dat, dat was geen issue en absoluut geen probleem. Maar het, op dat moment in mijn twintiger, dertiger jaren nooit denken dat ik zelf op mannen zou vallen. Maar was dat dan een bevrijding zes jaar geleden waarbij je zegt van oké, okay, nu weet ik het, ik heb gekozen voor die richting, maar dan heb je het ook nog een tijdje nog verzwegen? Ja. Hè? Een beetje want het cliché-zinnetje is dan van. Wanneer komt iemand uit de kast? Dat soort clichés in. Mm -hmm. uh, maar je hebt dan toch nog gezwegen? Heeft die relatie lang geduurd? Is dat goed afgelopen die eerste keer? Want dat is toch altijd ik, belangrijk? Ik heb uh, gezwegen, een beetje uit respect voor mijn familie. Op vraag van, van, uh, van hen. Onder andere op vraag van mijn moeder. Uh, die zei van hang dit niet aan, aan de grote klok. Uh, Even, uh, neem de nodige tijd. Ja. Ook, ook mijn moeder zo, zo nog even twijfel van, is het wel zo? Heeft het niet te maken met de jeugdtrauma's uh, die we hebben uh, meegemaakt? Uh, ja. Want vroeger in heel veel interviews vond je de vraag vrij beledigend als men aan jou mm -hmm. de vraag stelde van, ben jij homo? Want we zien geen relaties of geen vriendinnetjes. Ik zei toen oprecht ook, nee, ik ben niet zo. En ik was het zo moe en zo beu dat ze voor de mm -hmm. honderdste keer opnieuw die vraag stelden. Van, uh, hoe zit het bij jou, uh, bij, bij je homo? Het was mijn antwoord oprecht eerlijk nee. Ik wist het ook niet uh, op, op dat moment. Ik was gepassioneerd met, met mijn werk bezig. Ja. En, en pas echt. De allereerste keer dat ik echt, echt heb getwijfeld, was het Songfestival. Uh, ik had ooit een Songfestival Dublin. Award gewonnen uh, in Nederland voor ja, je inzet voor het Songfestival ja. op Europees niveau. Terwijl ook had het al gewoon een aantal anderen. En dat werd, ik had het niet eens zo dat ik in een G-Café in. Uh, van, uh, het werd georganiseerd door de NOS. Uh, dat ja. ik uh, daar een trofee kreeg en toen kwamen ze mij vragen stellen: uh, wat vind je, een van de vragen was nog van: ik was toen 27 of 28 denk ik. Uh, wat vind je ervan dat er zoveel homo's uh, houden van het Songfestival? Ja. En ik, ik dacht van wat voor een vraag stelt die gast hier? Toen <laughs> zei ik van spontaan van: is dat zo? En het is toch een familiegebeuren? Ik keek met mijn moeder naartoe. Uh, Hap je eten wat drinken, punten geven, zoals duizenden uh, andere gezinnen in, in Europa. Uh, dat is een was in mijn ogen een familiaal gebeuren. Pas zoveel jaar later had ik door van... Hé, hey, ja. er zitten wel veel gays in de zaal. Uh, ja, e e inderdaad, die houden iets wat meer van het kitscherig genre. Ja. Hoe voel jij je nu? Goed. En gelukkig, er is een last van mijn schouder gevallen. Ik was wel, ik moet wel zeggen, net voor die persconferentie van vorige week... Ja, slaaploze nachten. Van, hoe gaan de mensen reageren? En en hoe reageren de van... mensen? Nu, nu ze weten dat je homo bent, zal je mailbox wel vol zitten van... van... Mannen die zeggen heel lekker dier, kunnen we ja, eens afspreken. Dat valt best mee. Ik er maar maar... Zitten, er, zitten er nieuwe tussen? Er zitten zo'n drietal van die uh, dingen, wel. dingen wel in. Uh, eentje die schreef: van mij kan je wel krijgen. <laughs> <laughs> Super, met een knipoog. Uh, maar, maar ik heb meer dan duizend e-mails, uh, andere berichten, iMessenger en zo via Facebook. Uh, ik heb ze nog niet allemaal kunnen lezen, diagonaal ja. wel. Uh, het erge eraan is: van, nou, ik mag niet zeggen erg, uh, heel veel mensen die zichzelf herkennen. Die zeggen van, mijn vader was ook een agressieveling. Iemand anders die zegt van, ik ben misbruikt geweest in mijn jonge jaren door mijn vader, door een familielid, door een oom. Mm -hmm. We hebben het ook nooit durven vertellen. Uh, een journalist, twee bekende Vlamingen, die iets schrijven. Uh, een journalist die schreef van, uh, Johan, uh, dank je wel. Uh, uh, dus je hebt er wat losgemaakt. Ik, ik durf er met niemand over te spreken. Mm -hmm. Slechts twee mensen kennen mijn verhaal, misbruikt in, in jeugdjaren. Dat is uh, mijn huisdokter. En mijn therapeut ben al twee jaar in een hele hm. zware sessie. En ik heb er met niemand durven over spreken. Jij bent de derde die het weet. Dus blijkbaar heersen er nog altijd een aantal taboes. En kan het bespreekbaar gemaakt worden? Ik heb die man meteen opgebeld. Uh, en die zei van, dankzij jouw getuigenis heb ik een kapstok, een link, om er met mijn familie en met mijn kinderen er durven ja. over te spreken. Ja. Oké, okay. Komen ze dadelijk terug in deze ment late night. Welkom terug bij Ment Late Night met Johan Verstreken. Aanleiding zijn boek. Heel wat uh, stof doen opwaaien in Vlaanderen. En ik denk dat het nog niet gedaan is. Even terug naar de relaties. Uh, heb je op dit ogenblik een relatie? Nee, ik ben vrijgezel. Je bent vrijgezel. Zoals ik vroeger zei, heb je Single. En ik weet niet of ik me ooit nog zou kunnen binden. Je wordt een dag ouder, je wordt kritischer, kieskeuriger. Maar ik heb al geleerd: zeg nooit, nooit in het leven. Ja. Maar heb je niet het gevoel van: oké, okay, dit zou mij gelukkig maken voor de rest van uh, mijn leven? Misschien wel, ik weet het niet. Ja. Ik zie wel wat er op mijn levenspad nog ja. uh, komt. Oké. Okay. Uh, je bent ook vader van een konijn. <laughs> Was. <laughs> Was vader van een konijn. ben je daar Hopla, voor de mensen die het niet weten, hopla, uh, ben je daar nu rijk van geworden? Uh, ja. <laughs> ja, ja. Ja en nee. Altijd in Vlaanderen, als je een vraag stelt over geld in deze studio, <laughs> is er een lichte aarzeling. Ik mag alles vragen over seks, relaties en <laughs> noem maar op, maar als je aan een Vlaming vraagt. Heb je daaraan verdiend? Wat, Wat ramp. Wat is rijk? Ik heb er goed mijn boterham mee verdiend. Mm -hmm. En veel meer dan ik zelf had gedacht. Ja. 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 Het heeft mij uh, meer opgebracht dan de jaren uh, dat ik werkte op televisie. Ja. Ja, daar ben ik eerlijk in. Ja. Okay. En zou je zo van die creatieve dingen nog willen maken dan? Ik heb nog een lade vol met ideeën. Uh, mm -hmm. We hebben nog een, uh, een ideetje liggen verstreken. En, of verstrepen en verstreken. Ja. Ooit een conceptje, maar zo heb ik nog een tiental andere dingen uh, ook nog liggen in mijn lade. Oh, misschien komt, er, komt dat ervan om nog iets te maken, uh, misschien ook niets. Mm -hmm. um, je beseft toch ook wel dat uh, al die genante vragen die ik ook mag stellen, dat die naar aanleiding van je boeken zijn gekomen. Mm -hmm. Dat betekent dus, sommige mensen zullen dat misschien tenenkrullend lezen allemaal, maar uiteindelijk gooi je heel veel, heel veel privé, privacy, datgene uh, uit je leven gooi je gewoon op straat, voor de pers, ja. voor iedereen. Um, mag ik de reden vertellen? Ik wou het vragen, ah, ja. maar je mag mij onderbreken. Dus waar, dat was mijn vraag. Waarom doe je dat? Omdat journalisten de laatste vijf jaar altijd kritischer werden en ze kwamen altijd op het seksuele terug, terug op je, je privéleven. Terwijl ik had zo, zoiets van, stel vragen over mijn job waarmee ik bezig ben. Ik stuurde tientallen persberichten uh, per maand mm. de, de wereld in en daar werd bijna nooit iets van opgepikt. En ik, vind, ik ben enorm gesteld op mijn privacy maar had ik iets verteld ook al was het maar één zinnetje dan wordt dat eruit gehaald en gaat het een eigen leven leiden. En ik was al een aantal jaren bezig met het boek en ik dacht van ik moet dat boek nu effectief op de markt brengen en dan gaan de mensen mij wat beter leren kennen. Moeten dan... de mensen jou beter leren kennen. Is het niet, nee, niet comfortabeler maar... om achter die comfortzone te zitten dat ze niet alles weten? Tuurlijk is dat veel comfortabelder. En als onbekende Vlaming kan je dat doen, maar als politicus en als parlementslid is dat iets wat moeilijker. Mm -hmm. En in de commissies over gelijke kansen blijft of wat dan ook, zeggen we, praat, het kan zelfmoorden voorkomen, uh, het kan ja, doktersbezoeken vo vo uh, ja. vo voorkomen, praat over je dingen, uh, zoek hulp. En dan is iedereen erover bezig, maar zelf doen we niet goeie, of nemen we niet het goede voorbeeld. En op een bepaald moment dacht ik van, ja, dan kan ik maar beter mijn verhaal schrijven, zodat de mensen een genuanceerd beeld krijgen. En dan kunnen ze in het boek van het begin tot het einde lezen van... Waarom komt hij pas zo laat uit de kast? Waarom heeft hij het pas zo laat ontdekt? Hm? En dan krijgen ze iets wat beter beeld en genuanceerd. Want in een interview. Hier heb ik gelukkig de tijd naar het show om wat meer duiding te geven. Ja? Maar anders in een krantenknipsel of zoiets. of een interviewtje op Radio 2 of waar dan ook. duurt dat maar drie minuten. Oké, okay, maar, maar je bent zelf ook media-expert geweest voor de CDNV. Je hebt ook in de commissie Media gezeten. Dan moet jij beter dan wie dan ook wel weten. dat dat misschien ondergesneeuwd zal raken. door de headlines, de koppen, de sociale media. Mensen lezen geen grote artikels of boeken meer. Heb je niet een beetje angst dat het echte verhaal gaat verdwijnen, dat alleen de koppen overeind gaan blijven? Uh, dat hangt ervan af. Als ik zie dat we nu al bezig zijn aan de derde druk uh, van, van het boek op een week tijd. Uh, dus, en uh, de duizend, nou, ik kan niet zeggen duizenden, ik heb er iets wat meer dan duizend gekregen. Mm -hmm. uh, E-mails en, en berichten van mensen uh, zijn de reacties 99,9% mm. uh, goed uh, en in orde. En is er blijkbaar toch nog nood aan zoiets. Ja. En mensen herkennen zich erin. En het kan een hulp en een steun betekenen. Oké. Okay. De boekenbeurs komt eraan. Ja. Uh, uh, ja. ik zal er ook regelmatig hangt zitten eraan. en hangt ook eraan. interviews geven. Ja, klopt. Uh, Wat mogen we nu nog verwachten? Is dit het eerste van de nieuwe Johan of van de Johan die zich blootgeeft? Komt er meer? Dat weet ik niet. Of uh, heb je nu het gevoel van... In, in mijn leven zijn, alles is alles zo'n beetje... Ja, ik ga niet zeggen toevalligheden, niks is toeval in het leven, zeggen ze soms. Maar ik plan niet meteen zo een aantal dingen. Ik heb ooit gezegd toen ik veertien was, ik ga een boek schrijven. Toen ik veertien was, zei ik van, de titel zal heten of zal zijn met gesloten vuisten. Ja. En dan denk je van, ja, ik heb er geen tijd voor, maar ik zie wel wat er komt. Ja. Uh, doe ik nog verder tot aan de rest van mijn pensioen aan politiek? Misschien wel, misschien ook niet. Echt, ik heb niks uitgemaakt. Ja. Uh, het enige wat ik al zei, van ik zou liever iets wat meer creatief willen zijn. En een combinatie van de twee zou ik wel leuk vinden. Okay. Maar ik weet dat het ook niet evident is. Wat zegt je moeder van dit allemaal? Oh, ze, ze, ze laat het bezinken. Het is voor haar een moeilijke periode geweest. Haar uh, vriendspartner, uh, zware hartoperatie achter de rug, mm -hmm. uh, was bijna dood. Mijn oom net overleden, net twee dagen. En ja, begraven net twee dagen voor uh, uh, de boekvoorstelling. Dus voor haar zijn het uh, ja, een paar lastige weken geweest. Ikzelf dan nog in de kliniek. Ja, maar operatie wel Het was zo allemaal net getimed, uh, he helaas getimed, na de opname van uh, de ideale wereld. Ja. Ja, meteen afgevoerd met de spoeds. Uh, ja, vijf dagen aan, aan de Anne-Baxter, zes dagen kliniek, zo even van: help, ik wil hieruit. Ik wil, er komt nog zoveel mm -hmm. op mij af. Uh, soms had ik een beetje het gevoel van: je wordt geleefd. En er zijn nog meer dingen in het leven. Dus ik wil nu iets wat meer, een beetje. Ja, het klinkt misschien egocentrisch, maar iets wat meer aan mezelf denken. Uh, en dingen doen die ik graag doe, zonder mijn werk te verwaarlozen. Maar in plaats van 12 tot 15 uur per dag te werken. Uh, acht uur per dag zal ook nog voldoende zijn. En dus één of twee dagen per week een streep ja. in je agenda proberen okay. te zetten. En zo komen we terug bij de Johan die we kennen in de media namelijk. Die zichzelf al begint te verontschuldigen dat hij wat tijd voor zichzelf nodig heeft. Terwijl hij zelf een boek heeft geschreven waar alles in staat. Dus ik zou zeggen, lees het, koop het en uh, dan ken je Johan verstreken. Johan, bedankt voor je komst in deze Ment Late Night. U kan het allemaal nog eens uitvlooien op www.mentlatenight.tv. Graag tot een volgende.